Nick, de klap, blijf staan. Thank you.
20e minuut wordt de stand 2-1 door het doelpunt van Omar Kavak. De 60e minuut in SVGW een 3-1 voorsprong door het doelpunt van Nick Henning. Nick Winning en Gert-Jan Tameres, die worden vervangen door John Mulderij, hij heeft rug nummer 11 en D.W. Perik met rug nummer 12. Boys, de komende wedstrijden meer succes. Dames en heren, bedankt voor uw belangstelling hier. Gefeliciteerd met deze overwinning. Een prima eerste helft. Ja, ik denk dat we over de eerste helft dikke tweede mogen zijn. Ondanks dat we meteen al achterkwamen, vrije bal. Stelden ons vrij snel en scoren ook op prettige momenten. Maar inhoudelijk, we hebben
waren we zeker de bovenliggende ploeg, zeg maar. En creëerden ook vanuit voetbal creëerden onze eigen kansen. Heel goed. Ja, maar dat is echt ten opzichte van het begin van deze competitie daar de kansen dat je inderdaad in dezelfde eigenlijk creëert. En eigenlijk ook worden op een paar momenten afgevlagd en een paar te ver doorgevoerde individuele acties. Ja. Als je dan 5-6 keer scoort in de eerste helft, dan heb je natuurlijk een perfect eerste helft. Ja, ja, ik moet zeggen, deze team was een beetje zoeken bij hun, met veel lengte. Hoe daarop anticipeerden, maar daar gaan er echt de eerste helft creëren onze veldoverwicht. Wat uiteindelijk resulteert in veel kansen creëren. Ja. Heel goed, ja. Dan maak je 2 goals en dan wordt het de tijd nog iets verslordiger. Ja, ja, en dat hebben we eigenlijk de tweede helft vastgehouden, zeg maar. Negatief. Ik vind dat we erg onrustig waren. Hun bodem is toch wel wat ruimte in de rug bij hun in de verdediging. En we hebben er gewoon veel te weinig mee gedaan. Veel buitenspel gestaan. We waren niet meer in staat om zeg maar, de rust in balbezit te bewaren, ballen vast te houden, onnodig balverlies. En waardoor het weer een loopspelletje werd. En jammer. Werd ook alleen maar gekeken naar de lange ballen. Er werd eigenlijk helemaal niet meer positiespel gespeeld. Nee, daarin zijn we eigenlijk erg goed. En dat zijn we dan toch vergeten. Dat we toch via het middenveld proberen mensen aan het werk te zetten en voetballen naar je voorhoede komt. En Drachtse Boys maakt het veld natuurlijk extreem klein. Dus het is ook natuurlijk, dat lokt ook wel uit, hè, met die ruimtes die erachter liggen. Ja, nou, inderdaad. Dat lokt ook inderdaad uit de liggen mogelijkheden. En dat hebben we dan geprobeerd. Alleen net wat ik al zei, veel buitenspel. En niet altijd de juiste oplossingen. Uiteindelijk staan er gewoon met 3-1 voor, dan zie je toch wel heel de lekkere buiten. Want weggeven was er ook weer niet bij vandaag. Nee, weggeven was er niet bij. Ik moet zeggen, we hebben toch wel wat lengte voorin. Zoek ook even uit hun diepste spits. Zou ik ook doen als ik trainer was, als ik zo'n spits had. Dus hoef maar één keer een bal goed te leggen. Je ziet toch dat we heel veel duels daar verloren. Of eigenlijk helemaal niet in de duel kwamen, omdat het zo sterk was. Dan moet je gewoon goed gaan staan. Er kan natuurlijk altijd een keer een bal vallen. Dat gevoel had ik niet echt. Zeker toen Nick Benning die 3-1 maakte, was het natuurlijk niet helemaal gespeeld. Ja, het kwam heel onverwachts eigenlijk 3-1. Maar wel een fantastisch moment natuurlijk. Het was voor mij de wedstrijd wel gelopen. Dan wist je Perik en Mulderijn gewoon even laten meedoen. Waarom we 10 minuten voor tijd hebben? Ja, misschien iets eerder, maar met Gert-Jan hou je toch in ieder geval iemand erbij zeg maar, die een bal vast kan houden. Daar ontbrak het met name aan het zoeken van Gert-Jan. En van daaruit de middenvelders rond en dan de mensen aan het werk zetten. Maar we hadden eigenlijk min of meer afgesproken dat Gert-Jan met rust zou krijgen. En als het kon, dan eraf zouden halen. Nou, even over jezelf. Het seizoen is nog maar erg kort. 9 wedstrijden en de trainer heeft alweer bijgetekend. Ja. Gefeliciteerd daarmee trouwens. Ja, dankjewel. Als het goed is het goed. We hadden eigenlijk vorig jaar al afgesproken om misschien 2 jaar te tekenen. Nou, dat heb ik nog nooit gedaan. Maar wel min of meer een beetje stilzwijgende afspraak van dan gaan we wat eerder bij elkaar zitten. Ik zit bij een club waar we nog niet alles gewonnen hebben. Dus dat gevoel heb ik sterk dat we nog wat kunnen winnen bij deze club. Op het niveau waarop we nu spelen. En voor mij alle reden om nog een jaar eraan vast te knopen. Genoeg mogelijkheden. En uit de topklas. Uiteindelijk willen we daar heel graag heen. Dit jaar hebben we gezegd van linker rijtje boven bij de bovenste ploegen meedoen. Ik denk dat het een hele reële doelstelling is met het niveau wat we in de groep hebben. En dan moet je ook wat gelukkig zijn. Zullen zien. Ja, heel veel succes dan. Ja. En je hebt wel de trainerscarousel in de beweging gezet, want na die tijd iedereen die gaat ineens beslissingen nemen zo vroeg. Oh, dat was me nog niet opgevallen, maar... Ja, hier in de regio echt allerlei trainers die stoppen en weggaan. Dus je was wel inderdaad een trendsetter. Die komen dan mij toe. Oké, zeg gefeliciteerd nogmaals en maak er nog een mooie middag van. Dat is de trainer.